te truttig. Beetje meer herrie. Alright, jongens, we zijn bij de 12e editie van het Eendrachtsfestival. Ik ben net uit bed, dus ik ben net aangekomen, maar het is de hele dag al in volle gang. We beginnen met een rapper, producer, labelbaas, wat doet hij nog meer? Kunstenaar. Het is een cultbaas van Rotterdam tot Tokio. En dan heb ik het natuurlijk over Mike fucking Redman. Hebben jullie naar je zin? Zeker, zeker. Ik heb het ook naar mijn zin. Ik heb het ook naar mijn zin. Hij heeft het ook naar zijn zin. Hebben jullie enig idee dat hij met Public Enemy heeft samengewerkt? Nee man, maar dat klinkt goed. Klinkt goed. Nou, moeten jullie niet eens even gaan kijken dan? Ja, ik ben daar. Ja, zullen we nog naar binnen gaan of let's go? We hebben misschien wel de meest spraakmakende gast te pakken van het hele festival. Dat is het legendarische Star TV. Misschien kunnen we eventjes kijken hoe het gaat. Lieve schat, hoe is het? Lekker! Lukt het allemaal? Wat heb je weer een heerlijk plekje uitgekozen? Ik heb altijd de beste plek. Laten we nou net het directeurtje tegenkomen. Het directeurtje. Hi. Ben je een beetje trots op jezelf? Ja, ik ben vooral heel erg blij op dit moment. Dus Mike Redman, een van mijn persoonlijke grote helden. Nou, ik vind het gewoon heel mooi dat in een stad waar heel veel nieuwe mensen ook komen wonen. Die houden niet zoveel, die willen wel in de stad wonen, maar die houden van niet zoveel van herrie. En ik ben toch blij dat ik even een uurtje herrie heb kunnen maken. Yo, maar de willen them, I spin them like a windmill. You talk with them, but them are weak up this skill. Dance can nice and let's win them fun. Precies nog een paar minuten voordat stand-up comedy begint hier in de Heilige Boontjes. En ik zie een vriendin van mij zitten. Gaan we even heel snel mee lullen? It's my good friend, Nira Tal! We're going to do some stand-up comedy. First time in the festival. That's exciting. We're going to have like 4 comedians and 1 MC. And we are all local, Rotterdam locals. So it's homemade comedy. Arminius, goedenavond! Zullen we maar weer een shotje doen dan? We gaan er even voor hoor. I think it's a great space for, especially for these acts who are also here today, and in general the festival is doing a great work creating these artists. Yeah, such an interesting background with your guy from Cameroon, your father being a refugee, living in the whitest part of fucking Holland. That's crazy. How does it translate to music? I used to live in Westland. I don't know if you guys, yeah. Yeah, but like Rotterdam is very chill. There's a lot of diverse people who are very open-minded, so it makes it easier to also absorb like influences from everywhere. Lieve mensen, jullie hebben het gezien. Dit was Eendrachtsfestival 2023. Zorg dat je er volgend jaar, als je niet bij was, wel bij bent. Dank jullie wel. Nou, ik vind het nou heerlijk. En toevallig was ik in de buurt, ik liep hier en ik ben blijven hangen. Jezus, wat ben je lang. Wat? Jezus, wat ben je lang. Ik versta niks wat je zegt. Hallo meneer. Hallo meneer. Alles goed? Hoi.
Iedereen. Het zit hem in de woorden, jongens. Genot, we genieten. Het licht. Veel plezier maken. Hallo. Rotterdam, we out here. I'm from San Francisco, California. And this is the place to be out of all places. Let me tell you something. Rotterdam is the shit. Ik wilde het eigenlijk blijven. Maar Alex wil lekker naar huis. Morgen moet ik weer werken. Dus,